Game Bites. Als jij dan over Spelunky praat, ja, ook is het ook ja, Final Fantasy. Die is ja, nu op PS Plus, dus sowieso die even iedereen aanraden om het om ja, even in te duiken. Ja. Game Bites. Video Game Bites. I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over games. Welkom bij Game Bites. Welkom bij Game Bites 303, opgenomen op 9 oktober 2014. Ik ben Aaron Vogelaar. En de podcast loopt wat anders dan gepland. De twee vaste co-hosts natuurlijk, Harry Hol, Basja vroeg op, zijn beide opeens ziek geworden. Als ze dit luisteren en nog steeds ziek zijn, dan wens iedereen nu natuurlijk heel veel beterschap. En we hadden een gast, maar die had plots geen internet meer. Dus toen hadden we niemand meer. Dus toen zette ik zo'n Batman-achtig zoeklicht in de lucht. En hulp is aankomen rennen in de vorm van Arjan Lindeboom. Hey, goedenavond. En Roderick van Heugen. Goedenavond. Ik dacht dat het zo'n blauwe vliegenlamp was waar we tegenaan waren gevlogen. Ja, en ik ben een surrogaatkampenaar vanavond. Ja, dat zei Harry inderdaad ook al. Kampen zitten nog steeds in. Die eer wordt hoog gehouden. Dus een beetje last minute podcast, maar dat moet allemaal wel goed lopen. In ieder geval heel erg fantastisch dat jullie nog op het laatste moment binnen kunnen droppen. En... ja, leuk dat je die lamp op ons richtte. Ja. Echt leuk. Recht in je ogen, is dat net in de auto. Ja, helaas. Maar hebben jullie ook zoiets dat het weer zo'n tijd van het jaar is dat je eigenlijk te veel wil spelen? Dat er zoveel uitkomt? Ja, het voordeel is wel dat mijn portemonnee, zeg maar, nog niet bereid is om overal op in te gaan. Dus dat ik kan het nog rustig aankijken. Ik zit dan bijvoorbeeld Shadow of Mordor. Daar hoor ik iedereen over dat het heel fantastisch moet zijn. Ja, en dat vind ik dan ook wel weer heel gaaf. Maar dan denk ik, ja. Oh. En Alien Isolation. Ja, daar hoor ik ook weer gemengde verhalen over. Dus ja, moeilijk hoor. Er komt heel veel leuks uit. Maar er is ook gelukkig wel wat uitgesteld. Ja, niet leuk voor de mensen die erop zitten te wachten, maar... Ja, wat ik toch lastig blijf vinden is dat ondanks dat je natuurlijk een aantal van die hele high profile spellen hebt nu, heb je dus ook nog weer bakken met spellen die je elke week weer voorbij ziet komen in Humble Bundles en noem het allemaal maar op en zelfs gratis downloads. En ondertussen blijft die verzameling maar doorgroeien en doorgroeien. En elke keer denk ik weer, oh, ik ga dat spelletje spelen. En dan komt er weer wat anders voorbij, weet je wel. Dus het is echt af en toe, dan zit ik gewoon een half uur te staren naar mijn Steamlijst. En dan denk ik, wat zal ik nou spelen? En dan denk ik, nou, ik ga mijn tv kijken. Ja, dat gevoel ken ik heel erg. Dan wil ik iets nieuws uitproberen. Ik ga vanavond lekker een eerste indrukvideo maken. Dus dat betekent dat ik gewoon iets nieuws ga uitzoeken. Yeah. Maar dan krijg ik keuzestress. En dan val ik toch weer terug op iets wat ik al had. En dan... Ja, dat ook, ja. Spelletjes die al 100 keer heb gespeeld. Ja, maar ik heb gewoon, wat heb ik er nu in staan? Het is ook belachelijk. 300 zoveel games of zo. En ik heb meestal nog niet eens gespeeld. Allemaal via bundels en dat soort dingen. Ik heb mezelf nu een soort van koopstop opgelegd eigenlijk voor wat betreft Steam. Ik hou me altijd voor met die Humble Bundle van, nou, het is voor een goed doel en het is ook voor de developers, weet je wel. Dan heeft iemand er nog wat aan. Ja, precies. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor... Maar het wordt tegenwoordig wel een beetje... Volgens mij hebben ze elke dag 3 nieuwe bundels inmiddels. Ja, ik kijk ook iets minder nu dan voorheen op Humble Bundle. De hoofdbundel, dan heb je de weekly bundle, de mobile bundle, de boekbundel en de flashbundel. De flashbundel die komt er gewoon even langs en daar heb je dan een dag om in te tekenen. Maar over het algemeen, er zitten altijd wel wat juweeltjes bij, hoor. Ik moet dan echt wel een beetje gaan googlen en kijken naar reviews op YouTube. Ja. Maar zo kom je toch wel op het spoor van hele, hele mooie spelletjes. Dat is het nou net, Roderick. Het is net als ken je die website e-boot, hoe je het uit wil spreken, zeg maar. Dat je gewoon één keer per dag, zeg maar, ja, er zijn honderden van die sites. Één keer per dag zo'n gigantische aanbieding hebt. Ja. En uiteindelijk, als je dat 2 weken structureel volgt op 3 weken, dan heb je na 3 weken allerlei dingen gekocht die je normaal gesproken nooit zou kopen. Zijn alleen vandaag de aanbieding in 5 verschillende kleuren. Ja, precies. Dat je denkt van, oh, ik heb nu internet via mijn stopcontact, maar ik had al een kabel. Maar ik heb nu zo'n tof ding.
En dat kan via het stop. Waarom wil ik dit allemaal? Weet je, dat soort dingen. Dus ik kijk naar die games en dan doe ik precies hetzelfde wat jij doet. Dan ga ik reviews kijken of meestal klik je erop zo'n video, op zo'n game in Humble Bundle. En dan zie je al zo'n video ingebed. En dan zie ik dat weer en dan koop ik dat weer om er vervolgens niet te spelen. En daardoor is mijn Steam-bibliotheek ook zo gegroeid. En ik weet van de helft eigenlijk niet eens meer waarom ik het allemaal heb gekocht. Dus dit is gewoon, je maakt jezelf lekker. Ik wilde gewoon, daarom heb ik tegen mezelf, ik hack gewoon even niet meer naam voorlopig. Ja. Sinds die PlayStation heb, dan krijg ik ook al zo, al die aanbiedingen, zo ook allemaal zo in your face op dat ding. Maar sinds eigenlijk vorige zomer ging ik zeg maar alle games spelen. Ging mijn hele backlog aanvallen. Daarvoor was ik ook mee bezig. Maar hoe ik heb het aangepakt, is je pakt eerst de kleinste spelletjes, de kortste spelletjes. Ja. En dan ben je dan ook vrij, als je het leuk vindt, ben je er vrij snel doorheen. Als je het niet leuk vindt, kan je het ook zo weer wegdoen. Maar dat ruimt al heel een stuk op. Als je dat als eerst doet, nadeel is dat al die grote games op het eind blijven wachten. En dat is dan een hele brug waar je overheen moet. Maar, of een heuvel. Maar op die manier ben ik toch op vrij vlot door mijn backlog heen gegaan. Gewoon alles proberen, als het leuk is, doorspelen. Als het niet leuk is, nou, gewoon naar de volgende gaan. Want je moet ook weer niet een tegenzin gaan spelen of zo. Dat je denkt van, ja, maar ik heb het gekocht, dus ik moet het spelen. Ja, dat is op zich wel een hele goede benadering. Dat zou je ook nog op andere vlakken. Het doet me een beetje denken aan soms aan die schuldhulpverlening, weet je wel. Dat mensen allerlei overal openstaande rekeningen hebben. Er wordt ook vaak aangeraden, begin gewoon met de kleine rekeningetjes. Wees stapje voor stapje, kom je er doorheen. Nou, wat leuk voor mensen die dit nu luisteren en die een beetje met hetzelfde probleem zitten van backlogs. Je hebt zo'n leuke website, die heet howlongtobeat.com. Zo handig. Ja. En als je zeg maar een hele lijst met games hebt en je weet niet welke je moet doen, kun je ook altijd daar even laten inspireren. En dan kun je ook kijken zeg maar, hoe lang het duurt om die game zo snel mogelijk uit te spelen. Of wanneer je zeg maar een completionist bent, hoeveel tijd je dan kost om alles te doen binnen zo'n game. En dat is echt, die site heb ik heel vaak even geraadpleegd als ik dacht van, goh, ik wil even wat anders doen. Maar niet te ingewikkeld. En dan is dat wel een prettige website. Ja. Maar ik heb wel hetzelfde probleem als jij, dat eigenlijk geen geld om al die nieuwe dingen te kopen. En wat ik nu eigenlijk doe, is nog steeds alleen Destiny. Maar telkens als ik even wil gamen, even Destiny starten. Even tegen wat andere spelers vechten. En dan weer uitzetten. En dat is zo fijn. Ik ben echt de afgelopen week helemaal into Destiny geraakt, zeg maar. Ik had er nog niet zo heel veel last van. Ik heb hem uitgespeeld. Maar gewoon uitgespeeld. Ik dacht van ja, oké, dat was leuk. Nou. Ja, het verhaal. En nu ik level 20 ben, heb ik het gevoel van ja, nu komen er allerlei dingen in beeld. Allemaal dingen die ik zou kunnen doen nu. En dat, het is wel heel, ik vind het erg leuk nu, eindelijk. Ik vind het heel leuk om te horen dat je nu, want ik weet nog toen dat was in de beginperiode van Destiny. Net alsof het heel oud is, maar goed. De beginperiode van Destiny. Lang geleden. Toen gingen wij het ook samen spelen. En jij vond het echt een reet aan, omdat het schieten niet lukte. En je wilde gewoon dat het werkte. En ja, maar dat moet ik uitleggen. Ik heb altijd controllers, shooters gespeeld met toetsenbord en muis. Ja. Dat was echt mijn, en dat vond ik ook echt het allerbeste manier om een shooter te spelen. Gewoon, dat zei ik altijd, omdat dat was mijn wereld. Maar, nu heb ik zo'n PlayStation en dan moet ik dat dus ook leren, zeg maar. En ik moest in het begin al vrij snel erkennen dat het gevoel van een trigger overhalen, dus dat je met je wijsvinger zeg maar gewoon aan het schieten bent, alsof je een echte gun vasthoudt. Dat voelde al best goed. Maar het probleem was, iedereen is gewoon beter dan ik. En het is heel frustrerend om dan in zo'n PvP, in van die arena shoots en zonebeschermingswedstrijdjes, steeds maar onderaan te eindigen met nauwelijks kills. Ja. En er zat ook zo'n kill-death ratio en dat is bij mij rampzalig. Of hoe lang heb je het langst in leven gebleven? Nou, dat was top 20 seconden, denk ik. Ja, maar dat meen ik. Ik maak niet eens een grapje. En dat was echt gewoon heel frustrerend. En dan denk ik mezelf, maar daar heb ik wel vrede mee, als ik dat nog nooit eerder heb gedaan. Ja. Maar ik wil het dan op een gegeven moment wel, na een uur of twee uur, dan wil ik er wel beter in zijn. En dat ervaarde ik dus niet zo. Ervoer ik het zo. Sorry hoor. Jij bent leraar Nederlands. Ja, nee, maar ja, dat heb je dan soms. Hè. Dan ga je te ver door en twijfel je. Maar, uiteindelijk is het ook wel zo, en dat vertelde ik voor de podcast. Vroeger, nu heb ik het echt over vroeger. Dan speelde voor Destiny. Voor Destiny. Pre-Destiny, pre van alles. Toen opa Harry nog jong was. Toen hadden we Mario. En dan lukte het, dan was het op een gegeven moment, was je een level aan het spelen, het lukte me niet. Weet je, zo'n heel irritant vooruitschuivend level, waarbij je steeds naar beneden lazert.
woest en boos word je, dat wil gewoon niet. En dan leg je het aan de kant, doe je even 2 dagen niks. En het lijkt, en ik heb een beetje zo'n theorie, ik weet niet of het zo is, ik moet het misschien een keer opzoeken. Dat je onbewust, op de een of andere manier, toch wel die bewegingen die je handen maakt, onthoudt en verwerkt. Op het moment dat je het niet speelt. Want dan leg je zo'n game weg en dan start je het een dag later of een paar dagen later weer op. En dan fiets je zonder problemen in 1 keer door zo'n level heen. En als dat nou een keer gebeurde, zou je zeggen toevallig. Maar het gebeurde heel vaak, in mijn geval, in mijn herinnering heel vaak, dat ik dan iets weglegde en dan dat ik dat dan weer oppakte en dat het dan beter ging. En met Destiny merk ik elke keer als ik het gewoon weer wegleg en een dag later of een paar dagen later start ik het weer op, dat ik gewoon echt letterlijk, mijn scores worden echt letterlijk beter. Steeds beter. En nu eindig ik de laatste paar dagen, eindig ik gewoon in de top 3. Nice. In die van die 6 spelers, zeg maar. Nou, niet nooit bovenaan. Dus als top 3 zeg, was ik wel echt steeds nummer 3, hoor. Maar nog maar, niet. Dat komt nog. Maar dat voelt, dat, en dan begint het lekker te voelen. En ik heb ook het gevoel dat er meer spullen vallen in de game, dat er meer loot valt. En dat je er meer uit kunt halen. En ik ben level 23 en ik ben er blij mee op dit moment. Dus erg leuk. Ja. Is het ook niet omdat het spel toch nog relatief nieuw is voor überhaupt de hele wereld? Dus dat je nog niet van die mensen hebben die gewoon met de ogen dicht, terwijl ze niet eens met de rug naar het beeldscherm zitten, als het ware nog kunnen winnen. Want dat frustreert me altijd in die wat oudere multiplayer games. Dat je dan altijd te maken hebt met van die, ja, mensen uit verre landen, waarvan ik denk, dit is niet eens een menselijke persoon die zit te spelen. Dit is een of andere robot die gewoon 2 keer zo snel leeft als ik. En ja, dat je dan in zo'n arena terechtkomt en je zet 2 stappen en dan word je ergens door het hoofd geschoten door iemand die je helemaal niet eens kan zien, kan verdedigen. Nou, als je dat soort spellen nooit speelt, want ik deed dat dus nooit, Call of Duty's en dat soort dingen, hè? Want dan zie je daar video's van, en dan denk ik bij mezelf, je bent echt aan het pixel hunten, want er komt iets in beeld, en voordat je realiseert wat het is, lig je alweer op de grond, ben je dood. Wat is hier nou leuk aan? Maar ja, op een gegeven moment, als je merkt dat je toch als je gaat lid van level beter kennen, en op een gegeven moment dan begin je ook wat dingen sneller op te vallen, en het is een soort, ja, je pakt het toch op de een of andere manier sneller op. Het is echt bekend worden met de game. Maar volgens mij is het wel zo in Destiny, dat alle spelers, zeg maar, wel hun eigen spullen behouden. En hun eigen krachten. Dus iemand die level 26 is, die tegen jou wordt opgezet, die wordt niet gedownskilled. Dat kan ik wel echt merken. Het wordt wel een beetje gelijk getrokken, hoor. Je hebt wel een voordeel, maar het wordt wel flink gelijk getrokken, volgens mij. Nou, ik had echt gasten tegenover me, die stonden in de fik met een hele pak. Nee, alles in de fik. Ja, dat is een super. En ze trokken een soort schilden om zich heen. En die gasten waren stuk te krijgen, hoor. En die waren level 28. Maar dan zat ik gewoon met mijn level 21 tegenover. Nou, ik zag vandaag een video van, er is nu zo'n event gaande, de Iron Banner. En dan kun je dan in PvP kun je dan bepaalde dingen verdienen, speciaal voor dat event. En ze zeggen dan, of Bungie zegt dan van, ja, maar alles wordt meegenomen. Ook alle waardes van je armor en je aanvalskracht en zo. Dat is heel belangrijk om te overwinnen. En toen liet iemand in een video zien van, hij had een nieuwe character aangemaakt. Dat was level 4. Hij had gewoon een heel simpel wapen. Hij ging die PvP in en hij schoot zo iedereen neer. Dus het zit toch allemaal wat raar in elkaar. Het klopt niet helemaal of zo. Maar, tja. Ja, dat is ook wat ik gespeeld heb trouwens, afgelopen week. Dat Iron Banner gedoe. Ik ben niet in de normale PvP geweest. En ik kwam later pas achter dat ik een of ander speciaal kledingstuk moest dragen om daar bepaalde punten mee te scoren. Maar dat heb ik niet gedaan. Ja, maar dan moet je eerst weer heel veel verdienen voordat je die mag kopen. En dan als je die dan hebt, ja, maar Destiny, dan moet je weer nieuwe dingen verdienen. Ja, Destiny is net Minecraft wat dat betreft. In het spel kom je echt ongelooflijk weinig te weten. Je moet echt wikis raadplegen om erachter te komen hoe bepaalde mechanieken in het spel werken. Dat is wel echt een nadeel, hoor. Dat zou je een nadeel kunnen vinden. Maar ik vind aan de ene kant, ja goed, ik speel dan hierboven. Rechts mijn computer en links op het scherm de PlayStation. Het is voor mij vrij makkelijk te raadplegen. Ja. En het heeft ook wel wat om dat op te zoeken. Maar het is een designkeuze geweest, denk ik. De informatie die je geeft, wat je moet doen na level 20, is zo minimaal. En dat er knappen best wel veel mensen op af. Gewoon omdat het niet wordt uitgelegd. Dat je het zelf maar moet uitzoeken. En dat, ja. Ja, maar dat is het. Ik kan dus echt mensen aanraden om het gewoon dan even door te zetten. Want ik merk echt dat het dan heel leuk wordt. Nou ja, en je kunt natuurlijk altijd even googlen op hoe moet ik het spel goed spelen na level 20. Daar zijn natuurlijk ook allerlei artikelen inmiddels over verschenen. Wat ik een heel interessant verhaal vond, is dat door een paar glitches gebieden
toegankelijk zijn geweest. Ik weet niet, dat ongetwijfeld worden die dingen ook meteen weer gepatcht. Die voor latere DLC's bedoeld zijn. Ja. En dan zie je van die demo. Ik vind dat fascinerend altijd. Weet je, als een verboden gebied waar je eigenlijk, wat eigenlijk ook nog helemaal niet klaar is. En dan in één keer, dan moet je ergens precies op een goed moment springen. En dan in één keer sta je dus in een enorme wereld waar nog helemaal niks gebeurt. Ja. En dan kun je daar gewoon een beetje gaan rondkijken. Dat vind ik zo geweldig. Ja, alleen al daarom zou ik het eigenlijk wel graag willen gaan spelen. Gewoon om te kijken of ik ergens zo'n glitch kan vinden. Maar het is wel maf, want dat soort dingen hoor je vaak wel eens bij spellen. Dat dan na jaren komen ze daarachter of zo, daar zoeken. Maar hier was echt na een paar enkele weken was al alles ontdekt. Je hoort nog wel eens dat er nog een nieuw gebied ontdekt wordt. Ja, en ze zullen vast ook nog wel meer zijn. Maar dat is wel, het is niet heel strak alle gaten zijn gedicht door Bungie. Maar misschien is dat ook wel een teken van dat het spel origineel groter bedoeld was of meer content zou hebben. De directe eerste versie, maar dat dingen geknipt zijn. En dat misschien niet helemaal goed de gaten hebben gedicht. Wat ik van fans veel hoor is van, nou ja, misschien als straks de DLC uitkomt, hè, dat ze dan nog dat verhaal wat kunnen opkrikken. Dat het toch wat interessanter wordt en zo. Maar is dat überhaupt wel mogelijk? Want als het basisverhaal wat je nu hebt doorgespeeld gewoon eigenlijk een beetje rammelt en niet zoveel aan is, hoe kun je dat dan überhaupt nog verbeteren? Ja, ze kunnen gewoon kleinere verhaaltjes doen in dat universum natuurlijk. En daar wat meer het originele content in stoppen. Ja. In plaats van een beetje dat hoofdverhaal misschien een beetje later voor wat het is. Of er misschien zijlinks aan refereren. Mm-hmm. Maar al is het maar een zijverhaal, dan hoeft het niet eens het grote plot te zitten als het maar leuk is. Als je een wat leukere reden geeft om te spelen en wat meer context geeft dan wat je aan het doen bent of zo. Nou, ik moet wel zeggen dat ik heb het dus uitgespeeld. Ik heb het slot gezien. ik kan niet zeggen dat ik echt weet wat ik gedaan heb, zeg maar. Nee. En dat komt ook omdat ik heel veel missies samen met iemand heb gedaan. En dan zit je in de start van zo'n missie of in het slot van zo'n missie. Dan krijg je allerlei uitleg. Of tenminste allerlei. Het is heel sumier. Maar ja, dan zit er ondertussen gewoon lekker te ouwehoeren. Dus er komt betrekkelijk weinig. Komt er echt van beklijf daarvan, zeg maar. Ja. En dan, dan is het einde van het verhaal, ja goed, globaal wel wat meegekregen hoor, maar dat had me zoveel. En wat ergerlijk. Iedereen had het over. Ja, Peter Dinklage, die zit er dan in. Mm-hmm. Ik vond het bijzonder ergerlijk, de voice acting. Erg slecht. Ik vond het echt. En zelfs al zou je niet verteld zijn wat voor game het is. Gewoon de meest eenvoudige zinnen kwamen zo suf en saai uit de verf. Ja, ik ben echt een van de weinigen die zich daar niet aan ergert. Nou ja, het is geen afknapper. Zo erg is het niet. Maar moet je er altijd druk over maken. Maar ik snap niet dat ja. Niet wat de aantrekkingskracht daarvan is. Je zou zo anders verwachten bij zo'n high profile game. Hè? Dat ze daar dus een hele goede regie op zetten. En dat ze niet zo gauw tevreden zijn. En ik heb toch het gevoel in de verhalen, want ik heb dus nogmaals niet gespeeld, in de verhalen die ik erover lees en hoor, toch het idee dat er heel veel gefocust is op het zo goed mogelijk maken van die game mechaniek. Ja. En dat ze verder het verhaal en zo, nou ja, laat maar, weet je, het ziet er toch leuk uit. En dat vind ik dus eigenlijk een beetje haast onvoorstelbaar. Dat want het gaat natuurlijk ook om miljoenen en miljoenen die erin gestopt zijn. Dat ze dan op dat soort fundamentele punten de zaak laten afweten. Dus voor mij althans een reden geweest om het spel voorlopig nog niet te kopen. Ik had dus zoiets van, nou, ik wacht wel eventjes tot het wat ouder is. Net als met Halo, weet je wel. En op een gegeven moment dan is het 50% af. Want dan is er inmiddels alweer wat uit. Dan heb je dat natuurlijk als nadeel dat je daar dan als totale noob rondloopt. En iedereen al, weet ik veel, bij level 80 is. Maar ja, dan heb ik misschien toch iets meer het gevoel dat de prijs die ik ervoor betaald heb in verhouding staat met het entertainment. Ik moet wel zeggen dat ik ben het wel anders gaan benaderen ook. Zoals die patrol missies. Op elke planeet kun je gewoon vrij rondreizen en dan gewoon ergens dingetjes, opdrachtjes oppikken en die dan doen. En ik merk dat het in het begin allemaal nog wel een beetje uitvogelen was en een beetje rond. Maar op het moment dat je die planeet wat beter leert kennen, dan voelt het echt alsof je op patrol bent. Je springt op je scooter, weet ik veel hoe zo'n ding heet.
Je schiet gewoon overal, heerlijk, je schiet gewoon die hele planeet over, je pakt wat dingen op, je schiet wat dingen neer, je stapt meteen weer op je scooter en je gaat weer door. Dat is echt een soort van, ja, motoragent als het ware. Dat vond, het voelt echt heerlijk. Ja, ik kan je echt aan, ja, als je heel laat instapt, heb je natuurlijk wel de kans dat je in de PvP al, dat je het daar heel zwaar krijgt. Ja, dat vrees ik ook, ja. Maar ik denk dat je het vooral niet moet kopen als een verhaal, singleplayer verhaal game. Nee. En dat je dit maar gewoon voor lief moet leven, moet nemen van, nou, dat verhaal, dat slaat nergens op. Kun je net zo goed negeren. En ik geniet van wat de mechanics zijn en samen met vrienden spelen en dan de PvP ingaan. Als dat het ding is waarvoor je het game koopt, dan, ja, dan kun je het net zo goed nu gewoon al halen. Ik denk niet dat als het bijvoorbeeld over een jaar, dat het verhaal zoveel beter is. Ik hoop dat misschien in DLC wat extra verhaaltjes zit of zo, dat ze wat meer creatiever kunnen zijn. Maar ik denk niet dat de basis zoveel anders zal zijn. Is het een blijvertje vergeleken bijvoorbeeld bij Titan Quest? Dus dat was natuurlijk ook allemaal heel erg gehyped. En zo ook een mega franchise. Oh, Titanfall bedoel je? Oh, sorry, Titanfall. Oh, ik zit te denken. Ja, ik zat even te denken. Is dat te veel MMO's? Nog een Titan game. Ja, Titanfall, dat was na 3 dagen, werd het al niet meer gespeeld. Nee, precies, maar dat idee had ik ook van, stel je voor, nou, iedereen is negatief over dat verhaal en misschien is het over 2 maanden helemaal over en speelt iedereen weer Sims 4 of zo. Ja, voor mij is het wel een blijvertje. Ja, ik heb gedaan wat jij zei, Erwin. Ik heb op internet... Wat niet de bedoeling is. Ik heb op internet een video gevonden, toevallig van GameKings, waarin Steven, ik wist zijn naam niet goed uitspreek. Die legt heel erg enthousiast uit na een maand spelen wat zijn passie nu is met Destiny. Ja. En dat legt hij heel mooi uit. En hij legt heel erg uit van het is bijna niet mogelijk voor hardcore spelers om alles in één keer te doen. Het lijkt me alsof Bungie heeft gezegd van ja, we gaan jullie tegen jezelf beschermen. Jullie mogen niet alles in één keer doen. Daardoor heb je weekly strikes of raids. En je hebt dagelijkse opdrachten. En voor elk ding ontvang je punten in een andere... ontvang je een soort currency die je kunt gebruiken om hele exotische dingen te kopen. Maar het is gewoon niet mogelijk om dat heel snel te doen. Dus je wordt gedwongen om dat proces zo lang mogelijk te spreiden. Okay. Dus ze proberen er echt voor te zorgen dat ze je lang aan de game gekoppeld houden. Ja. Zeg maar. En dat wist ik allemaal niet. Want nogmaals, als je level 20 bent, je bent klaar met spelen, met het verhaal. De gemiddelde gamers zeggen van, ja, wat moet ik nu doen? Wat valt er nu allemaal te doen? En er is zoveel wat niet wordt verteld wat er allemaal in zit. Ja, er valt heel veel te doen nog. Maar ik had de video gekeken, je had hem gelinkt op Twitter. Ja. Ik zal hem ook wel even in de show notes op gamers.nl zetten. Steven, die was wel heel erg van dat hij zo van houdt om te grinden en gewoon telkens hetzelfde te doen en dan telkens weer wat te verdienen en dan weer een klein beetje beter te worden. Dat is nog steeds niet iets waar ik van hou. Maar wat ik een beetje mis in de video is, dat hij zei ook wel, van je kan dat ook allemaal doen in de PvP. Maar ik speel nog steeds Destiny en dan eigenlijk alleen de PvP. Of voornamelijk de PvP. Puur door de plezier die ik daarin heb. En dat is Destiny toch ook wel. Het is gewoon echt het iedereen die Halo multiplayer heeft gespeeld, weet wat ik bedoel. De plezier van, zeker als je team tegen team gaat en in elke seconde kun je in een situatie komen dat anders is, dat grappig is, waar je bijvoorbeeld heel goed bent opeens, dat je echt 6 kills achter elkaar maakt en zelf nog 1 millimeter leven hebt en daar heel trots op bent. Of dat je net wegkomt van iemand of dat je hele toffe encounters hebt met anderen. En dat maakt Destiny voor mij zo leuk om te spelen. Ik herken me wel, ik vind het in mijn eentje eigenlijk ook leuker om PvP te doen. Dat heb ik afgelopen week gemerkt. Ja. Als ik samen met vrienden speel, vind ik het wel echt leuk om gewoon een beetje die missies te doen en de moeilijkheidsgraad wat te verhogen en ondertussen een beetje te ahoeren. Maar het is wel, ik merkte wel dat ik ontzettend veel spullen heb gevonden en gekregen door die PvP te spelen. Maar ik heb ook faalangst. Ja. Dus bijvoorbeeld 1 vorm van PvP waarin je met een team van 3 tegen 3 speelt. En dat durf ik niet op te starten, omdat ik bang ben dat ik mijn team laat zakken. Die doe ik ook niet eens. Ja, maar dat is echt faalangst. Ik heb het nog nooit gestart, omdat ik bang ben dat ik gekoppeld word aan mensen. En dan heb je zo'n klein team, dat is me iets te intiem op de een of andere manier.
Waarvoor ik denk, ja, goed, maar dan ga ik. En bovendien, ik heet dus, het is ook zo irritant. Je heet dus gewoon je PlayStation naam, hè. Dus in mijn geval, ik heet gewoon Arjan.org. Dat betekent dat iedere mafcase gewoon kan achterkomen wie die eikel was. Die match voor ze verloren heeft. Oh ja, dat is helemaal niet slim, zo'n nickname. Nee, maar goed, ja, je komt nicknames tegen van je denkt, ja, goh, kon je nou maar veranderen bij Sony? Hè? Ik bedoel, ik vind het niet heel erg dat ik aan het oor heet, maar het zorgt er wel voor dat ik een lichte faalangst heb op bepaalde momenten. Je bent heel vindbaar. Ja, heel erg. Oh, dat is wel weird. Ja. Goh, daar heb ik toch niet zo over nagedacht, dat je op die manier. Nee, maar ik dus wel. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die 3-3, maar op de een of andere manier durf ik het niet. Dat komt misschien nog een keer. Ik had een paar dagen terug. Je weet in de PvP, als je iemand tegenkomt met een heavy weapon, dus een rocket launcher of machine gun, dan moet je wegwezen. Hè? Maar meestal heb je maar een paar seconden te leven. Dat is altijd een ding. Ik herken niet eens dat ze vast hebben, dat zie ik niet eens. Ja, nee, maar je merkt vooral ze schieten. Oh ja, dat wel. Ik liep zo'n kamertje binnen en er stond, het was team tegen team, en er zat iemand van het andere team, stond bij zo'n kistje met heavy weapon ammunitie. En die was het aan het oprapen. En ik kon binnenlopen. En ik denk, oh shit. Ik kan nu heel hard wegrennen. Of ik kan schieten. En ik had zelf een wapen die even moet opladen. En dan schiet hij pas. Dus ik richt op hem. Ik laad en ik schiet. En hij doet net een stapje achteruit. En ik schiet langs hem. En ik zie hem zijn wapen herladen. Zijn heavy weapon. Hij kijkt mij aan. Ik kijk hem aan. Ik schiet weer en ik schiet mis. Hij schiet een rocket. Echt, het voelde 2 centimeter links van mij. Ik schiet weer mis. Hij schiet ook 2 centimeter rechts van mij. En zo stonden we echt 2 meter van elkaar af. Hij met zijn heavy weapon. Ik met mijn wapen. En toen was het allemaal open. Toen schoot ik hem neer. Maar dat soort momenten. Dat fantastisch. Klinkt als een soort van de stormtroopers encounter. Ja, het schiet allemaal mis, ja. Maar ja, ik wil ook nog even naar zo'n moment. Heb je het al gespeeld met blended audio aan? Nee, maar ik weet wat je bedoelt. Wauw, afgelopen week heb ik ging dus livestreamen met een vriend. En ik heb uitgezocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook zijn stem de stream uitgaat. Want dat was even een ding, dat lukt niet. Op het algemeen kan alleen je eigen stem eruit en niet de stem van je team. Ja. Maar dat kon dus als je hem op blended audio zet. Nou, prima, heb ik gedaan. En inderdaad, de mensen konden hem horen. Maar toen waren we aan het spelen en toen dacht ik, hè, wat klinkt hij soms een beetje beroerd? Klinkt hij echt alsof hij door een radio komt? En soms klinkt hij heel goed. Maar toen merkte ik wat er aan de hand was. Jouw team komt uit jouw pak. Uit een speaker uit jouw pak. Zo moet je het voorstellen. Je hebt een pak aan. Daarin zit een speaker. En daar komt jouw team. Daarin zijn jouw teamspelers in te horen. Maar als ze bij je staan, dan hoor je ze gewoon vrij normaal. Maar je hoort ze ook nog eens gepositioneerd. Dus iemand rechts van je staat, hoor je hem rechts, links, van links, achter. Nou. Maar als ze een beetje bij je uit de buurt komen, of gaan, dan hoor je hem door de radio in je pak. Oh. Maar als je dan zeg maar in een soort van canyon loopt, of je loopt zeg maar in een zaal, dan galmt dat dus ook echt. Dan hoor je hem over de radio, maar dan hoor je hem ook nog eens galmen. En als je in een kleine ruimte bent, dan hoor je een beetje ingeplikt. Het is 100% aangepast aan je omgeving. En het is zo tof. Dat was echt fantastisch. Ja. Dat vond ik het meest indrukwekkend aan het hele Destiny. Die graphics zijn mooi hoor. Maar dat vond ik echt een toffe ervaring. Ik heb er ook bijna niet over kunnen ophouden. Zo tof was ik het. Ja, ik zag het in je stream inderdaad. Ik zat ook van. En toen hij ook in zo'n cave scene ging. En dat je dat hollen hoorde. Van wat? Wat? Zo tof. Dus ik zou het niet eens. Maar anders, ja, dat vond ik echt. En het is wel aardig goed te verstaan ook. En het was echt tof. Maar ook als je uit de buurt komt. Ik hoef hem ook niet te zien om te weten dat hij een eindje bij me uit de buurt is. Want dan hoor ik hem over de radio, zeg maar. Dan weet ik, oh, waar ben je nou naartoe? Je bent die kant op, kom even wat dichterbij. Echt fantastisch. Wauw. Ja, alle graphics, geluid en zo, dat is echt niks mis mee. Ik voel dat deze podcast me weer geld gaat kosten, jongens. Ja, ben je overtuigd? Yep. Nou, dat gebeurt me onderhand elke week. Ik ga even failliet aan de Game Bytes. Vorige week was Bastiaan en... Ja, die heeft natuurlijk regelmatig over het spel dat eigenlijk volgens Erwin niet genoemd mag worden. Een F en het tweede woord is ook een F. Er staat nog een getal achter.
En nee, ik moest dat gaan spelen en ik zou dat heel erg... Nou ja, ik denk, nou hoppakee, het was in de aanbieding. En jawel hoor. Binnen de kortste keren zat ik dat er elke avond te spelen. En het is al zo vaak voorgekomen bij deze podcast. Ik moet eigenlijk gewoon een tijdje niet luisteren, want mijn game backlog wordt zo groot. Maar helemaal hooked aan Final Fantasy 14 dus? Nou, hooked is een groot woord. Ik moet wel zeggen, het was veel gemakkelijker om in te komen dan ik had verwacht. Het is echt wat dat betreft een klassieke MMORPG. Ja. Het is heel erg toegankelijk gemaakt. Het, waar ik heel erg aan moest wennen is die verschrikkelijke clunky aanmeldingsmethode. Dus als je naar de site gaat van Square Enix, dan kom je in één keer in 1980 terecht. Met vreselijk, echt zo lelijke website en zo lelijk laadscherm. En dan denk je, hoe kan dat dat een bedrijf dat zulke mooie spellen maakt met fantastische cutscenes die hebben volgens mij gewoon een stel lagere schoolkinderen uitgenodigd om eventjes in een middagje hun site in elkaar te draaien. En dat, dus je moet er allerlei procedures heen om naar je account aan te maken en zo. Nou ja, goed, eindelijk dan begint dat spel dan te laden. En dan moet je iets van, nou, meer dan 5 gigabyte moet je dan binnenhengelen. En dan moet je nog je poppetje maken. Dat is ook altijd zo'n vreselijk moment. Hebben jullie dat ook? Dat je dan gewoon soms een hele avond alleen maar kwijt bent aan... Dan wil ik even een video opnemen. Dan denk ik, nou, leuk. En dan kom je in zo'n scherm terecht. Ja. Dan heb ik echt... Dan heb ik uiteindelijk anderhalf uur opgenomen, waarvan het laatste 20 minuten zo'n beetje gameplay is. En dat daarvoor heb ik gewoon, kan ik allemaal weggooien. Dat is alleen maar kust. Dan moet ik het allemaal weer perfect maken. Zo vervelend, OCD. En dan word je ook geconfronteerd met... Ja, maar wat moet ik dan kiezen, weet je wel? Welke klasse? Wat zit er aan vast? Dan vond ik dat in zekere zin bij Final Fantasy 14 vond ik dat nog redelijk makkelijk. Want ik speel jaren Lotro en heb ik al heel veel alts aangemaakt. Lord of Rings Online. Ja, Lord of Rings Online, sorry. Bij Final Fantasy had ik zoiets van... Nee joh, ik ga toch geen kleuter spelen. Ik ga toch geen mevrouw spelen met een veel te kort rokje aan. Gewoon een redelijk mensachtig figuur, weet je wel. En dan ga je door de haren en dan denk je ook weer... Oh ja, Japanse emo-kapsel nummer 1, nummer 2, nummer 3. Helemaal weg. Uiteindelijk gewoon een kale kop genomen. Dus uiteindelijk zat er maar heel weinig normaals tussen. En, maar als je dan eenmaal je poppetje hebt gemaakt, dan begint de tweede. Want ik hoorde van Bastiaan, hey, je moet op D&D server moet je spelen. Want daar zitten wij ook allemaal. Ik denk, nou, gezellig, leuk. Dus ik heb echt toen iets van 2 uur aan dat poppetje gewerkt. En dan wilde ik me aanmelden aan die wereld. En vervolgens krijg ik te horen, nee, sorry, deze wereld zit helemaal vol. Ik potverdorie nog. Wil ik eigenlijk een spel spelen met een paar vrienden en dan kan ik niet die wereld op. Weer gegoogeld. Nou blijkt dat dus een van de weinige echte RPG-servers te zijn. Dus zo'n server waar iedereen, laten we zeggen, echt doet alsof die zo'n een of andere manga-kleuter is. Ja. En vervolgens... Ja, we moeten gewoon heel lang wachten. Totdat er eindelijk zo'n plaatje vrijkomt. Dan wordt er waarschijnlijk iemand het spel helemaal zat. Die springt dan uit een raam of wat dan ook. En dan is er weer die wereld. Dus uiteindelijk heb ik om 10 uur 's ochtends. Na weet ik hoeveel pogingen. Wacht er dan eindelijk één burger van die bepaalde server verdwenen. En kon ik er dan bij. Ja, ze zijn doodgegaan in game. En besloten, ja, dan moet ik ook echt weg. Ik weet niet hoe mensen uit, laten we zeggen, Oosterse landen dit soort spellen spelen. Maar ik was wel blij met mijn plekje. En vervolgens was, nou, binnen 2 seconden had Bastiaan in de gaten dat ik op die server zat. Dus die zat allemaal in-game tegen mij te chatten. Maar ik was nog niet eens door de tutorial heen. Dus ik kon het allemaal niet zien. Oh, ja. Maar het was heel aardig, laten we zeggen, visueel. Is het heel erg alsof je in een soort van Final Fantasy cutscene zit. Dus met toch hele mooie steden. En het is qua vormgeving... Het is ook heel, heel licht allemaal, heel zonnig. En wat dat betreft vond ik het wel weer heel anders dan alle andere MMORPG's die ik heb gespeeld. Het is ook redelijk snel, heb je in de gaten hoe het werkt. Je kan het met een controller spelen. Dat vond ik ook een ongekende luxe. Dus ik kon gewoon een beetje achteruit leunen en een beetje rondlopen. Maar dan... Het verhaal, je begint in zo'n soort van stad. En ik wist echt bij god niet waar ik allemaal moest zijn en hoe ik er moest komen. En het
systeem met het kaartje, dat is ook niet echt helemaal duidelijk. Dus normaal gesproken ben ik gewend bij een MMO dat je toch op je radar in ieder geval een pijltje ziet. Met die kant moet je uit, maar die radar, die de helft van de tijd bij die quest werkte die niet. Dus dat vond ik wat apart. En op een gegeven moment, nou ja, dan ga je dan eindelijk een beetje naar buiten het land in. En dan krijg je weer van die hele rare tegenstanders. Dus op een gegeven moment moest ik cactuspoppetjes gaan afslachten. Gewoon 15 van die cactussen. Nou, die leken gewoon rechtstreeks uit Mario Tennis ontsnapt te zijn. En die moet je dan met zo'n enorme zwaard moet je die omhakken. Die zijn ook nog heel sterk. En van dat soort gekke dingen. Dan lopen van die enorme... wat zijn het eigenlijk? Van die beesten rond met ja, waarvan je ook denkt van die passen eigenlijk helemaal niet in de rest van het spel. Die komen waarschijnlijk ook weer uit de een of andere ja, oude Final Fantasy. Een gigantische Japanse cultuur en rare symbolen in waarschijnlijk die wij als westelingen helemaal niet herkennen. Ongetwijfeld. Nou, maar dat maakt het tegelijkertijd ook wel weer leuk. Je bent voortdurend echt een beetje zo met open mond om je heen aan het kijken van wat is dit voor wereld? Wat zijn dit voor figuren? En dat is dan toch wel best wel heel grappig. Het is wat ik heel erg in zekere zin bevreemdend vond en ik had zoiets van is mijn spel kapot, is dat het begint allemaal super filmisch, weet je wel. Je hebt echt zoiets van wow, dat ziet er zo goed uit. En dan heb je eerst in je tutorial kom je iemand tegen. En die doet zijn mond open. Die begint tegen jou te praten. Nou, dan denk je van, nou ga ik het horen, weet je wel. En dan krijg je zo onderaan je beeldscherm zo'n... worden gewoon tekstjes geprint. En denk ik, waar zijn de voice-overs, jongens? Kom op. Dan ben ik heel erg verwend door Star Wars en zo. Waar er meteen iemand, weet je wel, van... You are chosen to be the new Jedi. En je moet gewoon lezen. En dat zijn ook nog van die ellenlange doorklikverhalen, weet je wel. Zit er helemaal geen voice acting in? Nou, wel op hele rare momenten. Dus welke taal gebruik je dan? Gewoon Engels. Gewoon Engels. Je kunt het niet op Japans zetten, bijvoorbeeld. Met Engels. Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, joh. Ik was al lang blij dat ik het een beetje snapte. Maar dus op een gegeven moment dan zit je in een soort van subquestje. En dan komt er weer zo'n een of andere witharige Final Fantasy jongen aanlopen. Die net onder de zonnebank vandaan komt. En die heeft dan in één keer wel een stem. Maar vervolgens word je aangevallen door een van de mega groot monster. En die doet nog geen brulletje. In mijn gedachten zit Bastiaan nu dit te luisteren. In bed met zo'n thermometer onder zijn oksel. Zeg maar. bibberend. En zich ondertussen gewoon helemaal te verbijten. Oh, dan moet hij. Maar hij weet dit nog niet. En hij weet dat nog niet. Oh ja. De koorts is inmiddels boven de 40 graden. Ja, precies. Zweten. Ja joh, Bastiaan, we geven je gewoon weer een goede reden om snel weer terug te komen bij deze podcast. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb me wel heel erg ermee vermaakt. En ik vind het nog steeds heel grappig om te spelen. En het is, wel het idee, doordat het zo toegankelijk is en je hoeft niet te veel met zo'n rekenmachine te spelen. Zoals bij, nou ja, zeker die hogere levels van The Lord of the Rings Online, waarbij je gewoon eerst 50 rekensommen moet oplossen voordat je je zadel één puntje kunt bijspijkeren. Dat soort spellen, die heb ik echt helemaal gehad. Die voelen er gewoon als huiswerk. Dan voel ik me gewoon weer een middelbare scholier, weet je wat? Ja. Oh. Dus wat dat betreft is dit wel gewoon... Het speelt lekker weg. Geen miskoop? Nee, zeker niet. Ah, het was maar een tientje. Oké. Okay. Dat scheelt weer. We gaan naar de muziek. Deze keer een remix van Deus Ex. En het nummer heet Neo Nature.
Dat was Neo Nature, een overclocked remix van Deus Ex. De remix is te horen op ocremix.org of via de link op gamers.nl. We hadden het op het begin al, noemden het al heel even, en we zaten er toch al half in Lord of the Rings. Shadow of Mordor, of Middle-earth Shadow of Mordor, is nu een beetje de game der games die men speelt. En Roderick, je bent volgens mij de enige van ons die hem gespeeld heeft. Ja. Ja, ik las de reviews. Ik had meteen zoiets, oké, dit is een no-brainer. Hij was ook nog eens in de aanbieding. Of weet je wel, dus ik kom nog net de avond voordat hij gereleased zou worden, kon ik nog pre-orderen met een behoorlijke korting. Oh, oké. Nou ja, hoppakee, doe maar. Ik heb bij Destiny de boot gemist. Of het ruimteschip naar Mars. Deze keer niet gebeuren. Deze keer gaan we dat niet gebeuren. En vervolgens ben ik de enige, geloof ik, in mijn hele vriendenkring die het speelt. Maar dat maakt niet uit. Het is toch geen multiplayer. Maar het is heel erg genieten. Het is een heel, heel erg mooi spel. Het voelt in het begin echt alsof je naar een Peter Jackson film zit te kijken. En ze hebben natuurlijk ook gebruik kunnen maken van, laten we zeggen, het hele visuele jargon van de films. Dus het is echt volledig gelicentieerd. Dus onder andere, op een gegeven moment komt Gollum komt in het spel. Ja. En die ziet er gewoon precies zo uit als in de film. En dat vind ik zo knap. Terwijl je toch ik allemaal heb wel gehoord, Roderick, dat het, ik hoorde wel de kritiek. Dat het echt voelt alsof hij er later bij ingedrukt is om nog wat extra verkoop te genereren, zeg maar. Tuurlijk. Maar dat heeft Peter Jackson feitelijk ook gedaan natuurlijk in The Hobbit. Je wilt zo'n herkenbaar karakter zoveel mogelijk uitmelken. Maar weet je, het heeft tegelijkertijd geeft het je wel een soort vertrouwd gevoel. Niet dat je, het geeft een soort relevantie aan het verhaal van het spel. He, dus het is niet zo dat je dan in één keer in een heel ander dorp dat toevallig 2 kilometer van de Shire vandaan ligt een soort analoge wereld aan het beleven bent. Daar heb ik altijd een broertje dood aan. Ik wil wel het gevoel hebben dat ik echt Dat mijn handelingen echt iets betekenen in het verhaal. En dat krijg je wel, doordat je met Gollum onder andere op pad gaat. Maar je hebt wel vaak dat games dan doorslaan en dat dan elk bekend personage toevallig in de buurt is en je opdrachten geeft. Nee, gelukkig hebben ze dat hier niet gedaan. Nee, ze houden het bij Gollum. Het is wel een heel, het is ook heel subtiel. Waar ik een beetje bezorgd om was, en ik heb natuurlijk, ik ben een vrij grote Tolkien-fan, dus ik heb in het verleden heel veel andere van die spellen gespeeld. Waar je af en toe wel het idee hebt, ze gaan wel heel erg aan de haal ook met Tolkien en met wat er in die wereld mogelijk zou kunnen zijn. Dat vond ik zelfs al een beetje met de Lord of the Rings Online af en toe dat ze wel heel ver gingen met bijvoorbeeld met magie. Dat is een van de dingen die maar heel erg weinig voorkomen eigenlijk. Terwijl Lotro creëerde feitelijk een hele klasse die alleen maar gebaseerd is op rondvliegende magische bliksemschichten. Ja. In dit spel hebben ze dat toch veel dichter bij huis gehouden. En er zitten af en toe, je speelt dus een man, een warrior. En die verliest zijn gezin, wordt afgeslacht door Uruk-hai. Dat zijn van die grote orks. En zo wordt hij op een gegeven moment wordt hij zelf ook omgebracht. Alleen hij blijkt niet echt te sterven, maar hij komt in een soort van tussenwereld terecht. En daarin ontmoet hij een geest van een elf. Een beetje vergelijkbaar met, weet je wel, als Frodo de ring aandoet, dan zie je in één keer die wereld zo helemaal in van die blauwe beetje stoomstrepen zo. Nou, zo ongeveer ziet het er dan ook uit. En dat blijkt dus een soort, ook zo'n dolende geest te zijn. En die helpt jou ook met zijn krachten om het op te nemen tegen die Uruk-hai, tegen die orks. Om, als het ware, wraak te nemen op wat ze jouw vrouw en zoon hebben aangedaan. Nou, maar in die hele aanloopfase, dus de introductie in het spel, dat, dan zie je dus ook die moord op jouw echtgenoten en op je zoon. Het is zo aangrijpend. Ik had echt zoiets van, mijn hemel zeg, wat is dit heftig. Dat zover gaat Peter Jackson eigenlijk nog niet. Maar ik zat wel meteen helemaal emotioneel in dat spel. Moet ook die orks, weet je wel, dat ik zal ze ook allemaal te pakken krijgen. Maar ik begrijp wel dat het verder voornamelijk een orkmoord simulator is. Dat het eigenlijk het hele spel bestaat uit puur moorden van orks. Niet dat dat erg is, maar het is, dat is wel. Het is een beetje rondsluipen. Veel mensen hebben het ook een beetje vergeleken met Assassin's Creed games. Nou, op zich niks mis mee. Ik hoorde dat het combat systeem bijna 1-op-1 de Batman Arkham series Het is een soort mix tussen Assassin's Creed met het klimmen en die uitzichtspunten en zo. En inderdaad Batman. Dus met veel sluipen en van achteren aanvallen en zo. Maar er zit een heel interessante dynamiek in. Dus als je zelf wordt
omgebracht door zo'n ork. Zo'n ork onthoudt wie jij was en wat jij hebt gedaan. En de volgende keer is dus zo'n ontmoeting met zo'n ork niet meer hetzelfde. Want hij heeft iets in de gaten van jou en jij hebt iets geleerd van hem. En wat ook heel knap is, is dat al die orks, geen één ziet er hetzelfde uit. Ze worden allemaal gegenereerd in het spel. Maar dat is dus, dat gaat heel ver. Dus dat je echt orks ook op een gegeven moment echt weer herkent. Van, oh, dat is die ene met dat afgebeten oor en dat oog dat eruit hangt of zo. Is dat die dat Nemesis? Ik hoor heel veel over het Nemesis systeem, maar ik heb eigenlijk nog niet gehoord wat het dan precies is. Nou, dat is dus een soort van, dus dat je vijanden worden gegenereerd, maar dat bijna als een soort karakter worden neergezet. Dus ze hebben allemaal al bepaalde dingen die ze heel goed kunnen. Ze hebben bepaalde karaktereigenschappen. Dus het is eigenlijk net zoals dat je in een, bij het aanmaken van een alt in een spel op de randomizer drukt. Zoiets, zo'n soort mechaniek hebben ze hier in dit spel ook ingebracht. Waardoor je niet het idee hebt, wat je wel heel vaak bij andere Tolkien-spelen hebt, dat het allemaal, dat je alleen maar anonieme clones bent aan het afmaken, die allemaal hetzelfde reageren en allemaal hetzelfde zijn. Wat ik ook heb begrepen is dat je op een gegeven moment, als je vrienden hebt die het wel spelen, dat je op een gegeven moment een ork kan tegenkomen waarbij staat dat hij een van je vrienden heeft vermoord. Die heeft dus, is dus uit de game van iemand anders in jouw game gekomen. Ja, klopt. Dat is toch super vet. Ja, dat is heel knap gedaan. Dus er zit dus geen multiplayer in, maar wel co-op. En inderdaad staat het ook in verbinding met je andere vrienden, als je die hebt, die dat spel ook spelen. En ja, dan krijg je inderdaad een soort van gedeelde werkelijkheid en een soort geschiedenis die waar dus ook andere medespelers impact op hebben. En dat maakt het wel heel bijzonder. En ik moet zeggen, de afwerking van het spel, zoals het de manier waarop je geleerd krijgt hoe het werkt, het is echt topklasse. En ik moet zeggen, het verhaal vind ik zeker in de beginfase van ongekend niveau. Echt letterlijk alsof je in een film zit. En dat had ik niet verwacht. En er zitten zelfs, er zijn van die Tolkien-kenners die al hele blogs hebben geschreven over allerlei kleine zinnetjes die erin zitten, die dan weer verwijzen naar de Silmarillion en zo. Dus je kan voelen ook de makers. En gekocht. Met enorm respect. Ik heb hem een dure podcast. Je hebt me overgehaald. Nu wil ik hem ook hebben. Is het, ik bedoel, in Lord of the Rings Online, wat je dan gewend bent, ben je natuurlijk in heel veel verschillende gebieden in Middle-earth. In heel veel groene, vrolijke, gezellige gebieden. En Mordor, wat ik tot nu toe van gezien heb, ik hoor wel dat er ook wat zonderige gebieden zijn. Mm-hmm. Maar het is toch vooral heel grauw en grijs en donker en zo. Hoe is dat niet? Ja, maar hoe voelt dat? Het is niet zo deprimerend als sommige gebieden in Lotro, waar je echt het, laten we zeggen, de drie avonden per week in een vreselijk grijs-grauw rot weer rondloopt en met alleen maar vervelende orks om je heen. Uh-huh. Het is gewoon heel ontzettend mooi ook gemaakt. En de wereld is in eerste instantie denk je, het is enorm groot. Het heeft ook wel echt een gevoel van vrijheid. Maar uiteindelijk is het wel redelijk ingeperkt. Het is niet dat je door heel Midden-aarde. Het is niet zo van, ik ga nog eventjes terugkijken of er nog orks in de Shire rondloopt. Dus het heeft wel grenzen. Ja. Maar ze doen heel veel met de lichteffecten. En je hebt natuurlijk overal die orks kampvuren aangemaakt. Dus het is veel kleuriger dan ik had verwacht. Ja, ik wil hem spelen. Ik speel sowieso elke Batman, elke Assassin's Creed. En ik vind Lord of the Rings leuk. Dus ja, hoe kan ik dit nou niet spelen? Ja, de muziek en de geluidseffecten. Alles is gewoon heel mooi afgewerkt. Het is ook een beetje een soort surprise hit. Hè? Dus het is in tegenstelling tot Destiny, is het nauwelijks gehyped. Waardoor het voor de meeste reviewers ook een totale verrassing was. Van, helemaal zeg, dit is echt. Het is een keertje een Lotro of een Lord of the Rings game. Het is eigenlijk, speelt zich af tussen de Hobbit en de Lord of the Rings. Maar die waar echt met liefde aan is gewerkt. En dat vind ik dan toch alweer heel bijzonder in deze tijd. Van even snel inhaken op een franchise. Maar er zijn veel slechte Lord of the Rings games geweest. Oh, in de Hobbit games. En Star Wars, het is echt verschrikkelijk. Dus dan verwacht je het ook niet meer. Dan wordt er weer eens aangekondigd van, ja, we doen weer nieuwe Lord of the Rings games. En weet je misschien dan van, nou, lijkt op Assassin's Creed. En denk van, het zal wel. Dat wordt vast weer helemaal niks. Ja. Maar dan opeens is dit het. En dat
Dat is wel leuk, dat vind ik leuk. Zulke verrassingen, gewoon uit het niets komt. Weet je, en je kan het ook niet helemaal aan de gameontwikkelaars verwijten dat sommige van die spellen zo slecht zijn geworden. Want het heeft ook te maken met de enorme controle van de Tolkien estate. Die dus overal een mening over hebben. En die ook dat erfgoed van Tolkien bewaken, dat het niet uit de rails loopt. Maar dat heeft af en toe geeft dat enorme beperkingen. Plus dat je dan ook nog weer de films hebt. En dus als je het ene doet, mag je het andere niet refereren. En zo. Het is een hele ingewikkelde franchise om mee te werken. Je hebt op het begin heb je een scène. Volgens mij heeft iedereen dat al op Twitter al gezien. Dus het is geen grote spoiler. Dan in een soort tutorial-achtige setting, dan leer je het sluipen. Ja. En dan sluip je dus in een winkel of zo. En dan sta je achter je vrouw en dan heb je zo'n knop van press square to kiss your wife. Ja. Dat is dan super schattig. En dat wordt dan later gebruikt natuurlijk om kelen van oorstoor te snijden. Precies. Maar goed, dat geeft haar een bos bloemen, geloof ik. En later is precies hetzelfde knopje. Daar snij je iemand een ork de door. Dat is een beetje raar. Pas goed op als je dit spel gespeeld hebt bij volgende moederdag. Dat je de bos bloemen vastpakt en niet het keukenmes. Ook al lijkt ze op een ork. Maar ik zag een plaatje op, want een andere hitgame op dit moment is natuurlijk Alien Isolation. Ja. En dat iemand gefotoshopt, dan zie je zo iemand het personage lopen, die alien in de verte. En dan zegt hij van, oh, tutorial is hier best wel leuk. En dan staat er ook press square to kiss the alien. Maar helaas. Maar daar kijk ik toch ook wel naar uit om die eens een keer gespeeld te hebben. Want dat schijnt echt heel erg trouw te zijn aan, misschien wel iets te trouw, aan de alien films. Oeh. En je bent dan dus de dochter van Ripley. Ja. En je zit eigenlijk op een soort een ruimteschip met één alien. En het is heel erg sluipen en verborgen blijven. En je hebt dan zo'n metertje bij. Ook met zo'n bliepje. Een bliepje een beetje of je dichtbij zit. Ja, ja, oh, zingen. Zo heet je ook echt. Dat is een technische term. en dat is constant in de gaten houden. Weet je of die dichtbij is of ver weg. En, maar is het de bedoeling dat je die alien uiteindelijk wel omlegt? Of is nee, volgens mij. Nee, je moet hem gebruik van trekken. Vandaan. Waar zeg je? Nou, waar komt het gevaar dan vandaan? Als het dan alleen maar alien is en het is of jij gaat dood of hij gaat dood. Ja, ik weet niet dood. Uiteindelijk niet wat het doel is, maar ik weet wel dat je voortdurend, dat hij voortdurend rondsluit door de schachten, door de gangen. En je hoort hem ook van ver al aanstampen, zeg maar. En ja, je moet gewoon zorgen dat je uit beeld blijft. Met die dreiging, het is een beetje dat amnesia gevoel. Ja. Ik heb wel begrepen dat die game, ja, 6 uur, is echt super tof. Maar hij schijnt wel iets van 20 uur te duren. Ja, dat snap ik ook. En mensen zeggen, maar hij is echt veel te lang, deze game. Het is net alsof de uitgever heeft gezegd, voor mij is Sega een uitgever. Ja. Net alsof ze hebben gezegd van 6 uur, dat is te kort voor dat geld. Ja. We moeten er wat meer bij maken, maar het schijnt echt frustrerend lang te zijn op een gegeven moment. En dan is het op een gegeven moment, ik heb een aantal mensen erover zien horen schrijven of zien schrijven, dat ze zeiden van joh, dat op een gegeven moment is het dan ook niet eng meer, maar gewoon vooral frustrerend moeilijk. Ja, ja. Maar ik ben erg benieuwd, want ik heb er wel beelden van gezien. Het ziet er inderdaad echt net uit als die oorspronkelijke Alien film. Heerlijk, die sfeer. Heel filmisch ook inderdaad weer. Het schijnt ook een beetje, het schijnt ook wat knipoogjes te zijn naar de film. Dus bijvoorbeeld van die pots die dan openstaan al, waar mensen in cryosleep hebben gezeten. Ja. Die dan zeg maar aansluiten op de film. En van dat soort leuke kleine knipoogjes naar de lore. Hebben jullie wel eens eerdere Alien games gespeeld? Want er zijn er best wel. Ja, op de Game Boy heb ik Alien 3 gespeeld. Op de Game Boy? Game Boy. Wauw. Ik heb volgens mij ook een Alien game op de Game Boy gespeeld, nu het zegt, ja. Een platformer of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, kijk van boven op, niet isometrisch dan, want dat kon nog niet, maar gewoon rechtboven. Volgens mij heb je zelf gespeeld. Dat is alleen nog wat ik weet. Ik weet eigenlijk de details niet eens meer zo goed. Alleen dat je, ik weet nog een beetje, dat je voortdurend aan alle kanten, als een gauntlet-achtige manier, weet je, gauntlet zegt dat mensen wat trouwens, dat is ook al super lang geleden. Ja, ja, ja. Op een gauntlet-achtige manier werd je zeg maar aangevallen door van die facehuggers. Die er allemaal aankwamen kruipen en aliens. Mm. Oh ja, ik zie nu, je hebt van die eieren had je dan en die lagen overal. Ja, dat is vaag toch, want ik weet van die game. 1 en 3, ik had precies dezelfde. Classic Game Boy dus. Dat is helemaal vergeten.
Ik weet nog wel, ik ken beter die shooter, die Alien vs. Predator shooter. Ja, die heb ik ook gespeeld. En die vond ik best wel eng eigenlijk. Ja, dat was ook best een goede game. Je loopt door zo'n gang en in één keer dan, ook met zo'n koptelefoon op, dat je helemaal lam schrikt, weet je. Maar gelijk de eerste keer dat ik Lara Croft speelde en dan kom je zo'n wolf van achter die je aanvalt. Helemaal een hartverzakking heb geschrokken. Maar het idee alleen al dat je tussen, je hebt dan die aliens en die predators. En beide zijn bijna gecreëerd om moordmachines te zijn. Ja. En dan ben jij gewoon een soldaatje. Ja. En alleen dat idee, dat gegeven, is al super eng. En dan heb je inderdaad ook nog zo'n zenuwmeter bij je. En volgens mij kon je toen ook een alien spelen, toch? Zo'n xenomorph. Ja, dat zou kunnen, ja. Zo via de plafond en zo, maar toen was de camera niet zo tender, volgens mij. Ja, die games die waren gewoon nog, eigenlijk was de techniek nog niet zo goed. Grafisch ook. Het was er gewoon allemaal nog net niet. Dus die games zijn ook nooit een heel groot succes geworden. Maar deze, wat ik er zo van hoor, dat zou wel eens een klassieker kunnen worden. Ja, maar toch jammer van die lengte dan. In. Ja. Ze hadden het gewoon wat beperkt moeten houden, wat meer kwaliteit in een kortere duur, in plaats van... Maar ja, jij echt full price voor een game waarvan op de verpakking al staat, binnen 6 uur ben je door je missie heen? Nee, maar ik had ook gehoopt meer dat het een 20 euro game zou worden of zo. Het is wel de nieuwe Gauntlet, waar we het toch eventjes over hadden. Dat is wel zo'n 20 euro game. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel van gehoord, maar ik vond het wel heel grappig dat ze een soort van remake hebben gemaakt. Ja, ik heb er niet zoveel goeds over gehoord. Dat is ik heb begrepen dat het niet dat het totaal afwijkt van het arcade gevoel van de oude, zeg maar. En jammer, want dat niet echt in de buurt komt, dat het de naam draagt. Vroeger, hoeveel uren heb ik daar wel niet staan kijken, vooral naar hoe andere mensen daar heel veel guldens toen nog in die apparaat. Ik mis echt die tijd van die oude arcades waar je dan naartoe ging. Met die donkere, een beetje donkere sfeer. En overal stonden dan van die grote kasten met Pac-Man erop en zo. Ach. Ja, maar ik weet ook nog wel hoe nerdy ik altijd stond mee te kijken hoe andere mensen speelden. Omdat ik gewoon dat nooit genoeg zakken had voor had. Maar ik allemaal wat buitengewoon interessant vond om dat allemaal te zien. In Amerika heb je ze nog, hè? Want de echte arcades. Ja, maar dan zijn ze ook wel betaalbaarder, denk ik. Dat is dan meer gemeengoed, volgens mij. Ik zag een geweldig filmpje. Ik ben een enorme Star Wars gek. Ik zag een filmpje over een nieuwe Star Wars arcade game. Dus echt met zo'n stoel, weet je wel, met hydraulisch systeem en alles eromheen. Dat heet Battlepod. En je moet het eens opzoeken. Het is waanzinnig. Er is dus helemaal een soort van... je zit in een soort bubbel in zo'n hydraulische stoel. En je kunt alle klassieke aanvalscènes uit de Star Wars films kun je spelen. Maar dan natuurlijk gewoon in 3D graphics. Dus je de Death Star run. De aanval op de AT-ATs. Endor. Nou, noem maar op. En ondertussen vliegt je stoel ook nog alle kanten op. Ik had zoiets alleen al daarom zou ik eigenlijk op bedevaart naar Amerika moeten om dat een keer mee te maken. Oh, zo geweldig. Dat terwijl Disney nu de een na de andere Star Wars game de nek om aan het draaien is. Omdat het niet meer past in hun nieuwe strategie. Dus iedereen is heel erg overstuur. Ze hebben twee vrij populaire games op iOS. En ik geloof ook wel op Android. De nek omgedraaid. Eentje was Tiny Death Star. Een soort van kloon van Tiny Tower. Hoe heet dat ding? Ja. Heel zo'n spelletje, maar best wel heel grappig, zoals al die Star Wars poppetjes in pixel art hadden neergezet. En Star Wars Assault Team, en dat spel was eigenlijk nog net nieuw. Dat was een soort van poor man's Star Wars Hearthstone met een soort kaarten en weet ik wat allemaal. Dat bestond pas een paar maanden, dat hebben ze ook gekild. Het vervelende is dat ze de ontwikkelaars niet eens hadden gewaarschuwd dat ze dat deden. En dan is het dat is echt nasty. Ik bedoel dat je gewoon... Kan toch niet? Dat is super leuk voor die ontwikkelaars ook. Zoveel werk gestopt is gewoon... Je merkt van die tiny... Ik bedoel, ik vind die tiny games... Het zijn van die hele suffe timestings. Maar je merkt wel dat die makers daar van houden. Van die stijl en die games. En dat is ook nog best wel een grote hoeveelheid mensen die dat echt nog spelen elke dag, hoor. Dat soort spelletjes. Dus het is echt super casual. Over Star Wars en Disney. Heb jij Kingdom Hearts? Ken je dat? De Kingdom Hearts games? Ik heb Kingdom Hearts ooit op de PSP gespeeld. Dat is eentje van. Ik vond het vrij ingewikkeld allemaal, maar...
Nee, ze in Kingdom Hearts combineer ze dus. En Bastiaan begint nu weer te zweten, want hij heeft een hekel aan Kingdom Hearts. Die combineren dus heel veel personages van alle Final Fantasy games en heel veel Disney-werelden. En al die werelden staan redelijk apart, maar die personages combineren allemaal en je beleeft ook eigenlijk de verhalen uit de Disney-films. Okay. En er worden ook telkens dingen toegevoegd. Het gaat gewoon van de bekende sprookjes ook. Van Winnie the Pooh gaat het naar Tron en Pirates of the Caribbean. Ik denk al eigenlijk sinds Disney Star Wars heeft overgekocht. Ik hoop in Kingdom Hearts 3 dat Star Wars er ook in gaat zitten op een hele toffe manier. Dat zou kunnen, maar ik denk eigenlijk, als Disney slim is, dan doen ze dat in Disney Infinity. Want dan kunnen ze poppetjes heel duur gaan verkopen. Oh ja. Net Disney Infinity 2.0 is uitgekomen. Het ziet er... Ja, het is... Ik sta wel eens bij... Redden dat ze dat bewagen. Ja, maar sta ik dan. En ik kan dit eigenlijk gewoon niet met goed fatsoen kopen. Ja, ik heb neefjes. Dan kan ik zeggen, het is voor mijn neefje. Maar Wil dit inpakken, alstublieft? Maar wedden dat ze wachten tot de release van episode 7. Dat ze dan dan opeens al die poppetjes voor de Disney Infinity uitbrengen. Maar dan weet ik wel dat er bij mij zo'n Disney Infinity komt te staan. En dan met die poppetjes spelen. Ja. Is het voor uzelf? Nee, het is een cadeautje. Voor mijn neefjes. Voor mijn hele kleine neefjes. Hele kleine neefjes. In mezelf. Ja, ja dat is gewoon geld printen als ze dat gaan doen. Dat denk ik ook, ja. En daar is Disney heel goed in. Ja. En misschien, dat is een hele andere. Ik bedoel, je hebt een Secrets of Once Upon a Time podcast. Ja. En ik kijk dat ook. Dat is nu een beetje een coming out dat ik Once Upon a Time ook kijk. Hij is op Netflix geloof ik, hè? Ja, maar ik bedoel, daar hebben ze ook telkens hints naar Star Wars. Misschien kunnen ze er ook wel meer mee doen. Maar, Ik heb het idee dat Disney heel goed weet hoe ze de komende 20 jaar dat elke dollar en euro uit zullen gaan persen. Dus ik denk dat we nog op de drempel staan van een gigantische nieuwe magneet voor al het geld in je portemonnee. Ja, nou goed. We gaan naar de Game Bites, zoals elke week. Laat ik beginnen, dan kunnen jullie nog even nadenken. Heel goed, snel. Ik had een aantal afleveringen terug. Had ik aangekondigd dat ik een hele goedkope smartwatch uit China had besteld. Ja. En die was toen net binnen, de Wii Loop Tommy. En ik zou er later nog op terugkomen en er wat meer over vertellen hoe die bevalt. En hij bevalt heel goed. Hij doet het nog steeds. Dat is al een ding. Hij is ook niet lelijk. Nee, je hebt hem gezien, ja. Ik heb hem gezien, hij is niet lelijk. Hij is leuk. Hij is kleiner dan mensen verwachten, ja. Dat hoor ik meer. Wat hij eigenlijk doet voor mij is, ik zie de tijd, maar dat is logisch voor smartwatch. Maar telkens als ik een e-mail krijg, of een berichtje, of een tweet, dan zie ik dat op mijn schermpje. Dat wordt al afgekapt, want het schermpje is niet heel groot, maar je kan in ieder geval een beetje zien wat het is. En dan kun je daarna beslissen van, hey, ik pak mijn telefoon of ik pak mijn telefoon niet. En de batterij, dus ze hadden gezegd dat de batterij 3 weken meeging. En ik heb hem nu ruim 2 weken. En hij zit op net iets meer dan 30%. Dus het klopt inderdaad. Zo. Dat is best wel lang. Indrukwekkend, ja. Dat is een voordeel met andere smartwatches. Dat die batterij gewoon super lang meegaat. Waar gebruik je hem het meest voor? De tijd te weten. Ik merk wel als ik hem om heb, dat ik dan toch wel vaak kijk opeens. Want dan wil ik opeens weten hoe laat het is. Had ik eerst nooit toen ik geen horloge om had. Had je 20 jaar geleden nooit afgedaan. Je had 20 jaar geleden nooit kunnen denken dat je over 20 jaar de vraag zou stellen of iemand zo'n horloge. Wat doe je daarmee? Wat doe je daar het meeste mee? Hey, ik heb een half jaar geen horloge gehad. En dan ben je ook niet bezig met die tijd. En opeens heb je een horloge om en opeens wil je constant weten hoe laat het is. Mm-hmm. Maar voornamelijk gebruik ik voor die berichtjes. Je kan ook je muziek ermee besturen, maar dat doet het bij mij nog niet. Want volgens mij kan dat alleen de officiële Google Music app op Android dan. Ja. Maar ik wacht nog op support voor Spotify en Pocket Cast, waar ik dan mijn podcast mee luister. Maar dat zal vast nog wel komen, maar dat is ook wel handig. Dan hoef je ook niet je telefoon te pakken om naar een ander nummer te gaan of wat anders te doen. En je kan zien ook wie er belt trouwens. Dan, als er iemand belt, dan kijk je even op je horloge. En dan kun je daarna beslissen of je telefoon pakt of niet. Dat is ook wel handig. Zeker.
Dus ja, ik ben er super tevreden mee. Hij is nu wel iets duurder geworden. Hij was op het begin wat goedkoper. Nu is hij volgens mij $70. Maar goed, als omgerekend naar euro's is dat een tientje of zo. Tegenwoordig. Ja, die VR is niet bij de grens, zeg maar, aangehouden. Dat heb nee. Moet je er nog even een beetje geluk mee hebben. Het is altijd een beetje een gok natuurlijk als je iets uit Hongkong of uit China laat overkomen. Dat het de kans bestaat dat ze bij de grens oppikken en dat je nog een BTW erover moet betalen. Ja, of ze hebben bij de grens opengemaakt en gedacht, nou, laat maar. Speelgoed van Oostje. Zoals voor een van zijn neefjes. Ja, neefje mezelf. Speelgoedloosje. Ik wil best wel speelgoed. Dat is misschien een beetje te veel van Gamebyte. Maar je hebt tegenwoordig worden allemaal games gepoord naar die smartwatches. Dan kun je gewoon. Dan is het vooral Flappy Bird en zo. Kun je dan op je smartwatch spelen. Maar het kan wel. ik niet. Maar ik heb. Ja, ik had de tijd. Maar goed. Arjan, jouw Gamebyte. Ja, ik heb. Ik zat twijfel tussen twee dingen. Maar ik heb even één voor de kijkers, maar even heel snel. Maar dat is niet iets waar ik zelf wat mee heb, maar dat wil ik ze niet onthouden. Ik dacht dat jij dat misschien wel zou zeggen. Dragon Age Origins. Die is tot 14 oktober, kun je hem gewoon gratis oppikken bij Origin van EA. Omdat die nieuwe uitkomt over een tijdje. Hebben ze nu tot 14 oktober gewoon dat ding gratis aangeboden. Ja. Dragon Age. Die heb jij toch gespeeld, Erwin? Ja. Hij is mooi. Dat was mijn plan om dat helemaal te gaan spelen, maar dat is een beetje in de soep gelopen. Want dat... Nou ja, ik ken het helemaal niet, maar ik heb hem wel eventjes even binnengehaald, zeg maar. Want dan is hij gewoon voor jou. Gewoon niks, kost niks. Moet je even doen. En was het nooit eerder ook als digitale download. Dus je moest hem altijd echt op een cd'tje kopen. Dus wat dat betreft is het een hele mooie deal. Maar ik weet er verder niks vanaf. Dat is niet mijn Gamebyte. Maar ik vond het wel leuk dat mensen... Ja, ze hebben nog een week, een paar dagen tijd. Dus ja, dat horen ze nog, hebben nog royale tijd nadat ze dit horen om het nog even te doen. En Google nog even verder, want je kan ook als je je aanmeldt, geloof ik, op de forums van EA dan, of van Dragon Age, dan krijg je geloof ik ook nog gratis DLC. En die is meteen ook voor je, als je de Xbox-versie hebt. Of alleen de PlayStation, daar moet je dan weer voor betalen. Maar er zitten nog wat freebies omheen, maar dan moet je even verder googlen. Maar een zeer goede game, ja. Maar goed, dit hoorde je op Game Pass, jongens. Hou er rekening mee als je het spel uren diepte in zit, dan weet je niet waar je het vandaan haalde. Hey, maar wat mijn Gamebyte is iets anders. Er is afgelopen week een trailer online gekomen. Een soort van trailer online gekomen. Een teaser voor een nieuwe serie. Twin Peaks. Een nieuw seizoen. Ja. En voor de mensen die dat niet kennen. Die hebben dan zeg maar nog een kleine 2 jaar de tijd. Als ik het goed heb begrepen. Om die 2 seizoenen te kijken. En als je het leuk vindt de film. Hoeft niet per se. Maar Twin Peaks staat op Netflix gewoon. Het is een serie over het begint met een moord op een high school meisje, Laura Palmer. En het speelt zich af volgens mij 1990 in een Canadees. Nee, volgens mij is het een Amerikaans dorp, maar het ligt volgens mij is het waar ze het gefilmd hebben ligt in Canada. Maar het is een Amerikaans dorp in een soort wintergebied, koud gebied in het noorden. En dat meisje wordt doodgevonden en dan komt er een FBI-agent op af. Het begint allemaal nog vrij droog, een soort misdaad. Maar dan gaat het allerlei mystieke vormen aannemen. Ja, en dan wordt het gewoon buitengewoon fascinerend en surrealistisch. En ja, ik kijk die serie om de paar jaar, kijk ik hem weer helemaal. En het is nog steeds puzzelen en ontrafelen en nog steeds niet alles begrijpen. Maar het is echt fantastisch. En die serie, ze doen geen remake, waar ik heel blij mee ben. Want de oorspronkelijke Twin Peaks is op een bepaalde manier bijna tijdloos in aankleding en stijl. En ze gaan verder in het plaatsje Twin Peaks, maar dan 25 jaar verder. En ik hoop, en het is de producent die daar gekoppeld is, dat is Lynch Frost. Dus dat zijn de oorspronkelijke schrijvers van de serie, David Lynch en Mark Frost. Ja, en ik heb begrepen dat David Lynch zelf gaat regisseren. Dus het wordt waarschijnlijk een super vreemde, onbegrijpelijke serie. Maar ik hou daar heel erg van. Ik hoef het ook allemaal niet te snappen. Het is echt tof. Dus kijk dit. Twin Peaks op Netflix of wat dan ook. Moet je echt doen. Top. Hey, ik onderschrijf jouw tip. Kijken. Ja, goed. Roderick. Ik heb twee Gamebytes eigenlijk voor de komende tijd. Ik weet niet precies wanneer het allemaal gaat gebeuren, maar eentje is heeft ook te maken met een televisieserie en met Star Wars, mijn grote passie. En dat is de nieuwe animatieserie Star Wars Rebels.
Het is een beetje de draad wordt opgepikt waar de Clone Wars, die serie was op een gegeven moment klaar. En toen zijn ze meteen bezig gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe serie die zich afspeelt eigenlijk tussen de prequels en de latere 4, 5 en 6. De echte goede Star Wars films. En ik heb de eerste pilot daarvan al gezien en die is echt waanzinnig. Het is helemaal het gevoel van een nieuw hoop. En het is knap gemaakt, goed geanimeerd, heel leuk verhaal. Hij gaat geloof ik ergens 19 oktober of zo in Nederland op Disney XD van start. Je kunt hem ook op YouTube, iTunes kun je bestellen, maar dat is vrij duur. Maar dat ziet er allemaal zeer belovend uit. En het is canon, hè? Dus je hebt heel veel van die verhalen van Star Wars, die zijn nu door Disney en door Lucasfilm een beetje in de ban gedaan. Dat heet nu Legends. Dus met andere woorden, het is niet echt gebeurd. Maar wat er nu uitkomt, wordt allemaal opgenomen in de officiële Star Wars canon. Dus alleen al daarom is het de moeite waard. En mijn tweede Game Bites, ja, dat maakt denk ik vooral mij heel erg happy. En dat is Minecraft voor de Vita komt eindelijk uit op 15 oktober. Dus dat is voor mij aftellen. Daar heb ik zo ongelooflijk naar uitgekeken. Ik kijk met zoveel plezier terug op de... Je zou denken dat iedereen weet wat Minecraft is, maar ik heb vorig jaar heb ik Erwin daar doorheen mogen loodsen. Voor het eerst. Dat spel bestond al jaren en Erwin had het nog nooit gespeeld. En het was zo mooi om Erwin daarin rond te zien lopen. Oh, dit is mooi. Oh, moet je dat kippetje zien? Oh. Dat was echt leuk. Ontzettend veel plezier gehad. Op de een of andere manier kan ik nooit aan die consoleversies komen, echt. Maar ja, goed, het is meer omdat ik zo diep in die PC-dingen zit. Mm-hmm. Maar het is echt wel... Ja, het is fantastisch natuurlijk. Mobiel. Ik ben erg benieuwd hoe dat speelt. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Goed, in principe zijn die consoleversies natuurlijk gigantisch succesvol. Ik neem aan dat ze te veel van die besturing gewoon porten naar de Vita. Wat ik wel een beetje spannend vind, is wat er nu gaat gebeuren nu Microsoft het heeft opgekocht. Of we dan straks een soort van Minecraft... van Minecraft 1 naar Minecraft 10 in één keer gaan of zo. Want het is een grote vooruitgang. Ja, en we hebben tiles. Je kunt nou met 2D tiles kun je gaan bouwen. En het startmenu is ook weer terug in Minecraft. laat het nog maar even niet aan denken. Nee. Trouwens, dit weekend is First Look. Als je erheen gaat, veel plezier. Gaat jullie erheen? Zondag ga ik erheen. Ik heb er wel heel erg zin in, maar ik heb nog geen kaartje. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga regelen. Volgens mij gaan Harry, Bas en ik niet. Dus... dat weet je nog niet. Nou ja, goed. Zondag ga ik, als je nog iemand zoekt om mee te gaan. Ik ga zondag met Paul, maar die wist nog niet zeker of die zou kunnen. Vriend van mij. Dus mocht het nou niet zo zijn, dan kan ik altijd. Dat zal ik je wel even laten weten, Roderick. Als je het leuk vindt. Heel goed, we houden contact. Cool. Nou, heel erg bedankt. Last Minute podcasten. Heel graag gedaan. Ja, was weer leuk. Dankjewel. Heel erg beterschap aan Harry en Bastiaan. En sorry voor alle extra koorts temperaturen die we jullie hebben doen aangepraat. Ons totaal niet geïnformeerde gebabbel. Neem cognac. Dat is het ultieme medicijn dat praktisch alle kwaaltjes. Vergeet ons niet te raten op iTunes. En een review achterlaten is helemaal goed. Je kunt ze mailen op mail@gamers.nl. We zijn te vinden op Twitter en op Facebook en op Steam. En voordat je iets koopt op bob.com, even klikken op de link op gamers.nl. Dan gaat een klein gedeelte van je aankoopbedrag naar gamers.nl. Houd ons in de lucht en dat kost je niks extra. En namens Bastiaan Vroeg op Ariol, ik ben Erwin Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag weer. Tot volgende week.